Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Bouterse kondigt straatverbod, beperktere samenscholing en sluiting casino's aan. Parlement eensgezind achter milieuraamwet. Danielle Sumter verduidelijkt belang valutawet. En richtlijnen COVID-19 aan verandering onderhevig. President Desiree Bouterse heeft op vrijdag 27 maart 2020 een partial lockdown aangekondigd. Tijdens deze periode, die bedoeld is om verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus in Suriname te voorkomen, zullen nog strengere maatregelen van kracht zijn. Gelet op mijn verantwoordelijkheid heb ik geen andere keus dan over te gaan op een partieel lockdown. De volgende strengere maatregelen zullen hierbij gelden. 1. De instructie is dat u de komende 2 weken, te beginnen vanaf zondagavond, vanaf 8 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend niet op straat gaat. Wij maken hierbij een uitzondering voor mensen uit de zorg, veiligheid en essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk. Blijft u dus thuis. Me beju ta oso. 2. Samenscholing zal vanaf heden beperkt worden tot maximaal 10 personen. Het Hoogste College van Staat, de regering en essentiële diensten zijn hiervan uitgezonderd mits zij de sociale afstand in acht nemen. 3. Alle kansspelgelegenheden en casino's worden vanaf zaterdagmorgen 28 maart om 10 uur tot nader order gesloten. Mochten wij constateren dat de samenleving zich hier niet aan houdt, dan zullen wij in het belang van ons allen helaas genoegzaam zijn dwingendere maatregelen te treffen. Het parlement heeft op donderdag 26 maart 2020 eensgezind de milieuraamwet ondersteund en aangenomen. Voornaamste voorwaarden zijn dat 93% bosbedekking van Suriname behouden blijft en er een milieuautoriteit in het leven wordt geroepen. Verder krijgt de samenleving een voorname rol te vervullen. Van de voorbereiding tot aanname van de milieuraamwet is een traject van 18 jaar afgelegd. We gaan stemmen over de wet van houdende regels voor duurzaam milieumanagement. Milieuraamwet, artikel 1 tot 20 wordt op stemming. Artikel 21 tot 40 wordt op stemming. Artikel 41 tot 60 wordt op stemming. Artikel 61 tot 77 wordt op stemming. Considerans en intitulé wordt op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Dank u wel. Wie is, het klinkt misschien raar, maar wie is tegen? Goed, niemand tegen. Het ontwerp wordt aangenomen met algemene 29 stemmen. Gefeliciteerd op de eerste plaats iedereen die hier aan heeft gewerkt, beginnende bij de ambassadeur die eerder is genoemd, ambassadeur Lakin, die met zijn heel zijn hart en met alles wat hij in zich heeft gewerkt aan de totstandkoming van de samenwerking van alle partijen. Die verder hierin hebben gewerkt, de coördinatieunit, milieu, NIMOS, alle andere actoren. Tezamen ook de initiatiefgroep vanuit DNA, waar ik met veel genoegen ook deel en onderdeel van heb mogen zijn, samen met de voorzitter Simons, Breveld en Gayadin. U ziet een breed gedragen commissie.
Wij feliciteren elkaar, maar we bedanken ook voor de inspanning die er is geweest, commissie van rapporteurs en de deskundigen van zowel DNA, zowel de regering en alle andere actoren die hier aan hebben gewerkt. Het is eindelijk zover. U weet, velen hebben niet geloofd dat we dit punt zouden bereiken. Er werd een heleboel gezegd en verwenst, maar het is bewezen dat het kan. We hebben de milieuorganisaties ook te noemen in de reeks van actoren die lang hebben gevraagd en lang hebben aangedrongen om op dit punt te komen. En nu is het bewezen dat ondanks sommige sceptici Suriname een breed gedragen milieuraamwet heeft. Laat me de hoop uitspreken dat het inderdaad een wet is die ervoor zal zorgen dat onze omgeving niet alleen, want dat is ons hoogste goed, maar ook ons milieu gewaarborgd blijft. Laten we de hoop uitspreken dat die 93% die we zeggen dat we willen behouden, dat die 93% inderdaad, of ja, meer dan 93% wordt en dat het inderdaad behouden blijft. Het is voor mij wel een hele belangrijke dag. Ik bedank ten eerste de initiatiefnemers aan beide kanten van het parlement. Uzelf. Ik heb ook initiatief genomen, het Breeveld, het Gaidin, die is er vandaag niet. Het is een bijzondere dag en het zijn van die dagen waar ik me ondanks alles realiseer dat ik bevoorrecht ben om dit soort werk te mogen doen in het land. Het is niet altijd makkelijk, het gaat niet altijd hoe ik wil, maar dit zijn die dagen waarop je denkt van ai, ik heb een bijdrage mogen leveren. Want ik kan zeggen dat ik heel lang hier zit. Het is niet gelukt om een milieuwet helemaal hier te krijgen en aan te nemen. Maar ook in deze periode heeft het veel voeten in de aarde gehad om alle mensen in één richting te krijgen. Ik moet het parlement bedanken. Ik moet CI bedanken. Omdat het parlement een sweary heeft gemaakt hier. Op ik bedoel Conservation International. Conservation International. We hebben met elkaar een afspraak gemaakt. Hoeveel het ook aan toe mag gaan, wat het milieu betreft, gaan we als parlement één pad. En we zullen ondersteuning geven aan de regering om te komen tot een milieuraamwet. Omdat dat heel erg belangrijk is voor ons land. De wet controle valutaverkeer en transactiekantoren, kortweg genoemd valutawet, moet vooral ordening brengen in het valutaverkeer in Suriname. Echter, niet een ieder lijkt hiervan overtuigd en worden er op verschillende interpretaties op nagehouden. Volgens sprak parlementariër Danielle Sumter, een van de indieners die het belang van deze wet verduidelijkt. Het belang van Suriname is dat we eindelijk ordening zullen krijgen met betrekking tot onze valutaverkeer. U weet, de laatste aanpassing die we hebben gedaan met betrekking tot deze wet was in 2012. Wat we echter hebben gemerkt was dat we te veel speculatie kregen op de markt. Los van de speculatie hebben we gemerkt dat te veel illegale transacties plaatsvonden. En als dat niet erg genoeg was, het moment waarop de overheid wilde optreden, was het dat de wet niet duidelijk genoeg was om daarin te voorzien. Met het gevolg dat alles dat we in beslag hadden genomen, de mensen die we hadden gearresteerd, we alles gewoon weer moesten loslaten. Wanneer dat dus gebeurt, dan weet je dat het echt de tijd werd. En kijk, mijn persoonlijke mening, dit ding moest al lang gebeuren. De overheid moest al lang deze wet hebben goedgekeurd, hebben aangepast. Toen men mij dus benaderde dat we het zouden aanpassen, was ik al heel blij. Omdat ik zelf vanuit het ministerie van Handel en Industrie toen meemaakte hoe wij dus eigenlijk helemaal niets eraan konden doen als men op zo'n manier aan het speculeren was. Wat we dus hebben gedaan is dat we die wet hebben aangepast. We hebben gesprekken gehad met stakeholders. Niet alle stakeholders zijn jammer genoeg gekomen, waaronder de banken. Maar van de andere stakeholders die zijn geweest, zijn we meer te weten gekomen. We zijn te weten gekomen dat de valutavlucht erger is dan we dachten. Dat men veel meer speculeert. Dat er niet genoeg controle is om te zien wat de cambio's dus eigenlijk doen.
Er is niet genoeg transparantie. Er werd te veel gedoogd. En dat moesten we veranderen. Dus met de aanname van deze wet betekent het dat we al deze zaken hebben besloten aan te pakken. Ja. En in hoeverre bent u ervan overtuigd dat met de afkondiging van deze wet de burgers van Suriname in voldoende mate beschermd zijn tegen de onrealistische koersstijgingen? Kijk, laten we het, je hebt een heel mooi woord gebruikt als laatst, koers. Mensen hier in Suriname moeten zich geen zorgen maken over een koers. Het woord koers moet niet in hun dagelijkse vocabulaire plaatsvinden. Het moet niet gebezigd worden in hun dagelijkse vocabulaire. Het woord, de Surinaamse dollar, moet gebruikt worden. Wanneer iemand iets wil kopen, wanneer iemand iets wil doen, dan moet men dat kunnen doen in Surinaamse dollars. Omdat men te veel dat woord bezigde, ging men zich daarop concentreren. En het leek gewoon alsof iedereen dat nodig had. En dat is het geval niet. Surinamers hebben Surinaamse dollars nodig om hun inkopen te doen. En geen vreemde valuta. Dus als u me zegt, dan is dat de zekerheid die we nu geven aan de Surinaamse burgers. Dat wanneer ze een auto willen kopen, dat ze moeten kijken en zeggen, oké, het kost zoveel SRD's. Goed, ik ga nu SRD's sparen om dat te doen. En niets van geen enkele vreemde valuta. Men heeft heel veel kritiek op die wet. En het lijkt, men betichtigt ons ervan dat het erop lijkt alsof deze dingen uit de lucht zijn gegrepen. Deze artikelen uit de lucht zijn gegrepen. Die artikelen zijn niet uit de lucht gegrepen. Het zijn best practices en het zijn zaken waar andere banken, andere ondernemers, andere productiebedrijven, mensen die reizen naar het buitenland, zich aan moeten houden. Wanneer je in het buitenland bent, je mag noemen welk land je wil, ga jij niet daarop ze komen zeggen, ik betaal met dollars. Met uitzondering van dat land die dus dollars als munteenheid heeft. Ieder gaat van je eisen dat je dat doet in hun valuta. En dat je dat ergens moet wisselen, zoals het hoort. Er zijn regels ten aanzien daarvan. En die regels moeten ook voor Suriname gelden. Die regels moesten al lang gelden voor Suriname. En dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. En daar ben ik wel blij om voor Surinamers. De geldende richtlijnen rondom het COVID-19 coronavirus zijn wereldwijd met de dag aan het veranderen. Wat gisteren gold, kan vandaag anders zijn. Het is daarom van belang dat ook de Surinaamse gemeenschap constant op de hoogte is van de ontwikkelingen, nationaal en internationaal. Zo gelden alle landen nu als hoogrisicogebied. De te houden afstand van anderen is nu 2 meter in plaats van 1,5 meter. Zorg u zelf voor een optimale persoonlijke hygiëne. Vermijd situaties waar groepen mensen bij elkaar komen. Ontsmet zoveel mogelijk uw voertuig, huis of kantoor indien u bezoek heeft gehad. Maak gebruik van desinfecterende producten op alcoholbasis. Let u erop dat personen die in quarantaine zitten een polsbandje om hebben. Geef het door indien u vermoedt dat zo iemand zich desondanks op straat begeeft. Houdt u er vooral rekening mee dat gedurende bepaalde uren van de dag personenverkeer van en naar Albina en Nikeri verboden is. Ook is personenvliegverkeer naar het binnenland stopgezet. En dat was Focus. Laten we met z'n allen letten op onze persoonlijke hygiëne. Was en ontsmet uw handen regelmatig. Zo helpt u mee aan het niet verder verspreiden van dit virus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.